De heer Jan Veening is bestuurslid van de ontwikkelvereniging Zeewolde. En aan de heer Veening vraag ik, wat vindt u ervan dat de gemeenteraad van Zeewolde het regioplan heeft vastgesteld vanmiddag? Ja, dat is een mooi moment. Op die manier kunnen wij weer een stap voorwaarts maken met de ontwikkeling waar we mee bezig zijn in het buitengebied van Zeewolde. Er was nogal wat bezwaar tegen, in eerste instantie zeker ook in de raadsvergadering. En er hebben er nog meer in gesproken, want er is ook nog een groep agrariërs die op dit ogenblik niet betrokken is, althans geen lid is en geen overeenkomst met u heeft gesloten. Hoe gaat u nu verder met deze agrariërs in het buitengebied? Ik denk dat duidelijk is dat de gemeenteraad het signaal opnieuw heeft afgegeven. Dat het belangrijk is dat deze twee groeperingen, zoals ik ze mag duiden, het gesprek met elkaar aangaan. En proberen met elkaar tot overeenstemming te komen. Maar dat zal een lastige worden, omdat onze gedachten, onze ideeën over bepaalde situaties in het gebied totaal verschillend zijn. Ik heb begrepen dat een van de obstakels om met de lokale agrariërs tot overeenstemming te komen, is het feit dat het Rijksvastgoedbedrijf toch nog de nodige financiële eisen stelt. Dat klopt. En tegelijkertijd is op dit moment zijn de gesprekken met de RVB, zoals ik het mag noemen, gaande om te kijken of we een bijstelling naar beneden kunnen verkrijgen. Dat lijkt erop dat dat inderdaad de goede kant op gaat, maar dat weten we nog niet met zekerheid. En het zou heel erg mooi zijn in de discussie die we hebben met de andere groeperingen in het buitengebied, om dat tot een oplossing kan leiden. Meneer Veening, een ander belangrijk punt is, en daar heeft iedereen ook wat over gezegd, is het feit dat de Alderstafel nog geen rapport heeft uitgebracht. En de Alderstafel gaat over de vlieg. Hoogtes. Denkt u dat het business case nog negatief zou kunnen beïnvloeden? Natuurlijk, de vlieghoogtes of de beperking van de ontwikkelmogelijkheden ten aanzien van de tiphoogte van windmolens, die is zeer afhankelijk van die vlieghoogtes. Er zijn dagkoersen op dit moment. Er komt bij wijze van spreken iedere dag toch wel nieuwe inzichten. En hoe hoger wij kunnen bouwen, hoe gunstiger dat is voor de business case. Dat is duidelijk, ja. Ja. Maar de resultaten van de Alderstafel, die zullen zonder enige twijfel leidend zijn om eventueel de business case aan te passen. Ja, dat kan ik niet inschatten of de Alderstafel dan uiteindelijk het finale oordeel is. Het kan wel heel goed zijn dat straks op ministerieel niveau, Defensie, INR en Economische Zaken, dat daar een finale beslissing wordt genomen. Hoe gaat het nu verder, nu de gemeenteraad van Zeewolde het besluit heeft genomen? En dan met name, gaat u op korte termijn met de andere agrariërs die zich nog niet hebben aangesloten bij uw ontwikkelvereniging om tafel gaan zitten? We zijn iedere dag, ieder moment van de dag zijn we bezig om te proberen het collectief uit te breiden. En daar zetten we ons ieder moment voor in. Dat was voor deze vergadering al het geval, en dat zullen we ook met dezelfde moeite doen de komende tijd. Want het is ons belang dat wij een gedragen project krijgen in het gebied.